En de New York Times lezer vanochtend werd ik ineens verrast door een bericht dat ik dacht van nou ja, dit is eigenlijk precies heel kenmerkend, heel tekenend, heel illustratief voor het onderwerp van deze lezing. Wat ik daar was... Over jouw achtergrond misschien. Sorry? Wat jouw opleiding is of voor je achtergrond, waarom je deze cursus hebt. Oh ja, nou mijn achtergrond, ik ben filosoof. Na mijn studie filosofie heb ik eerst nog wat heel anders gedaan. Ik heb geprobeerd documentaires te maken. Ik heb in een theater gewerkt. En uiteindelijk weer in de filosofie terechtgekomen. En sindsdien geef ik cursussen voor... Onder andere de UBL, maar ook de HOVO, Seniorenacademie, Vrije Academie, etc. Veel verschillende onderwerpen, maar politiek en samenleving is wel een van mijn favoriete onderwerpen. Dus vandaar. Dus de krant lezend zag ik vanochtend het bericht dat deze mevrouw, waar ik nog niet echt veel van gehoord had, Valérie Pécresse, een lezing had gegeven, een speech had gegeven voor haar achterban. Zij is voor de Republikeinen in Frankrijk. Doet ze een gooi naar het presidentschap. Evenals natuurlijk Marine Le Pen, die we allemaal kennen, en Éric Zemmour, die we misschien niet allemaal kennen. Maar die beiden zitten in redelijk rechtse hoek. Zemmour nog wat rechtser dan Le Pen. Maar Valérie Pécresse had het afgelopen week in haar speech over een begrip, le grand remplacement. Oftewel, ik hoef niet al die teksten lezen hoor, dat is een dia die ik uit een andere presentatie haal. De grand remplacement is een concept over de grote vervanging. Ik kan niet heel diep ingaan op die theorie, maar het komt eigenlijk op neer dat de elites bezig zijn met een groot project om de witte, van oorsprong christelijke bevolking in Europa te vervangen door, te laten vermengen. Met als doel dat er uiteindelijk één grote homogene wereldbevolking zal bestaan. Zonder distinctieve eigenschappen, zonder distinctieve culturen. Met andere woorden, één grote eenheidsborst. Een beetje het idee van Thierry Baudet van de... homeopathische verdunning. Maar deze mevrouw van de Republikeinen, die stond tot nu toe te boek als gematigd rechts-liberaal. Dus laten we zeggen ongeveer een soort VVD. Maar dat betekent dat dus eigenlijk deze mevrouw zich uitgedaagd voelt, kijkend naar het electoraat in Frankrijk, om zich in te laten met een manier van denken en begrippen die daarbij horen, die we normaal gesproken bij behoorlijk uiterst rechts vinden. En dat heeft alles te maken met het feit dat 48% van de Fransen denkt dat immigratie een door de elites georganiseerd project is, die daarbij belang hebben. En degene die daarbij belang hebben is de zogenaamde Davocratie. En de Davocratie, dat zijn de elites die in Davos in Zwitserland bij elkaar komen. 48% van de Fransen, dus dat is zo'n beetje de helft. Dat is een getal van een paar jaar geleden. Ik weet niet of dat inmiddels al, dat zou best kunnen dat het inmiddels al 52 of 55% is. Maar dat betekent dus dat wil je überhaupt nog politiek meedoen, dan moet je dus blijkbaar de bevolking, de kiezers, op een bepaalde manier aanspreken. Wil je ze overhalen om op jou te stemmen. Links doet eigenlijk al helemaal niet meer mee. Dit doet erg denken aan een voorspelling die Samuel Huntington heeft gedaan in zijn boek The Clash of Civilizations. En The Clash of Civilizations is deels een reactie op een boek van Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis. Het einde van de geschiedenis gaat over het idee dat na de periode van de Koude Oorlog, toen er twee grote ideologische systemen waren, het communisme en het kapitalisme, dat met het verliezen, de ontmanteling van de Sovjet-Unie, dat het liberale systeem, de liberale democratie, de enige overgebleven ideologie was. En dat
daarmee dus het einde van de geschiedenis zou zijn ingeluid. Opgevat als de geschiedenis als een strijd om ideologieën, hoe een land te besturen. Dus de liberale ideologie, nou, dat zou het systeem worden wat overal ter wereld tot in het einde der tijden zou gelden. Samuel Huntington die reageert daarop door te zeggen van, nou, het is niet het einde van de geschiedenis, het is het einde van een tijdperk waarin er twee grote wereldmachten tegenover elkaar stonden, Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, en al die andere landen die onderverdeeld waren in of je was bij de kapitalisten, bij de zogenaamde vrije wereld, nou ja, volgens de kapitalisten dan, of je was bij de Sovjet-Unie, de vrije wereld volgens de Sovjets. En dat tijdperk was ten einde gekomen. Dus het nieuwe tijdperk betekent dan niet zozeer het einde van de geschiedenis, maar een andere geschiedenis, namelijk een geschiedenis waarin weer verschillende culturen tegenover elkaar komen te staan, verschillende beschavingen. En wat zijn die verschillende beschavingen? Nou, die zijn vooral gebaseerd niet zozeer op politieke ideologie, maar weer gebaseerd op cultuur en religie. Dus zo zou het Westen en de islam zou bijvoorbeeld tegenover elkaar komen te staan, maar ook het Westen en het Verre Oosten, Azië, oftewel China vooral dan. Dus zijn theorie van de Rise of Civilizations betekent dat we ons moeten gaan bezinnen op wie zijn wij eigenlijk. Nou, dat is een heel andere analyse dan die Francis Fukuyama maakte. Maar deze analyse heeft natuurlijk wel veel voorspellende kracht gehad. Tenminste, zo lijkt het. Want sinds de jaren 90, en zeker sinds 9/11 natuurlijk, is het duidelijk dat globalisering, immigratie, integratie en terrorisme allemaal hot issues zijn in de politiek. En datgene is wat politieke partijen het meest verdeelt. Natuurlijk zijn er nog een heleboel andere thema's die belangrijk zijn. Klimaat bijvoorbeeld. Maar tot nu toe is immigratie een heel belangrijk thema geweest. En is het natuurlijk ook de voedingsbodem geweest voor de opkomst van een nieuw soort partijen. Of een nieuw soort politieke stijl. En die stijl wordt over het algemeen aangeduid met het woord populisme. Ik denk dat mensen die populisten genoemd worden over het algemeen zichzelf niet zo snel populisten noemen, omdat het een nogal denigrerende term is. Maar dat populisme, en dan heb ik het met name natuurlijk over het rechtspopulisme, want sinds Fortuyn hebben we Rita Verdonk, Geert Wilders, Thierry Baudet, hebben verschillende politici vooral, en daaraan bungelen de politieke partijen langs die komen, die zijn allemaal rechtspopulistisch. Maar er is ook nog zoiets als linkspopulisme. Maar daar vernemen we eigenlijk niet zoveel van. Dus als je die logica van Samuel Huntington volgt, dan is er sprake van verschillende beschavingen, verschillende culturen, verschillende religies, die zullen gaan botsen. Of die zouden gaan botsen in de periode na de val van de muur. Dus daar zouden we dan nu ongeveer middenin zitten. De vraag is dat het geval? Nou ja, we kunnen kijken naar Oekraïne en zeggen van, nou ja, dat is inderdaad het geval. Nou had toevallig Huntington niet bedacht dat Rusland ook daarbij zou horen. Dus de wereldpolitiek laat zich toch moeilijk voorspellen. Waar hij wel gelijk in gehad lijkt te hebben, is de opkomst van het islamitisch fundamentalisme. Maar goed, dat was niet zo moeilijk misschien, omdat dat van voordat hij dat boek schreef in de jaren 90, was daar ook al sprake van. En China had toen ook al een economische groei van 6, 7, 8% per jaar. Dus dat is één aspect, maar behalve die Clash of Civilizations is er ook nog sprake van een andere vorm van tegenstelling of een andere vorm van polarisatie. Dat was misschien in de jaren 90 nog niet zo duidelijk, maar de afgelopen jaren wel steeds duidelijker geworden. Het Sociaal Cultureel Planbureau brengt eens in zoveel tijd een rapport uit. En in haar burgerperspectieven van 2019 wordt gesteld, en dat is een themanummer wat gaat over tegenstellingen en polarisatie, dat er toegenomen zorgen zijn over het klimaat en dergelijke, maar andere problemen blijven belangrijker.
En dan vooral immigratie bijvoorbeeld. En er is meer steun voor demonstreren dan voor bezetten en verstoren. Maar veel belangrijker, naar mijn idee, of veel tekenender, staat hier dat er zorgen zijn over polarisatie. Meningsverschillen nemen toe en de druk om partij te kiezen is groot. Dat wil dus zeggen dat binnen bevolkingsgroepen, of binnen groepen vrienden, of binnen families zelfs, dat de tegenstellingen, de meningsverschillen scherper worden. En dat binnen groepen de neiging bestaat om dus partij te moeten kiezen. En dat het dus moeilijker wordt, blijkbaar, voor mensen om te zeggen van ja, dat weet ik niet, daar heb ik geen verstand van, of daar vind ik eigenlijk niet zoveel van, of ik heb geen mening, of daar laat ik me niet over uit, of et cetera. Het gaat erom dat je partij moet kiezen. En de vraag is, waar komt dat vandaan? Tegelijkertijd wordt er ook veel gesproken, afgezien van die polarisatie, over dat er kloven bestaan. De kloof tussen bijvoorbeeld autochtoon en allochtoon. Tegenwoordig heeft dat andere namen. Of de zogenaamde emancipatiekloof, hè, de ongelijkheid tussen man en vrouw. En al die verschillende kloven, hè, daarvan kun je zeggen, of kun je afvragen of kun je verdedigen dat ze bestaan. Maar je kunt ook ontkennen dat ze bestaan of het relativeren of het bagatelliseren. En dat zorgt natuurlijk ook nog voor een kloof. Dat zorgt voor de uiteindelijke polarisatie. Want uiteindelijk is er natuurlijk geen. Je kunt niet stellen dat er een polarisatie is tussen mannen en vrouwen in het algemeen. Maar er is wel sprake van polarisatie tussen groepen mensen die vinden dat inderdaad er sprake is van institutioneel seksisme bijvoorbeeld. En mensen die zeggen van, nou, dat valt heus wel mee. En dat geldt eigenlijk met betrekking tot al die zogenaamde kloven. Kloof tussen oud en jonge generatiekloof, de welvaartskloof, de opleidingskloof, dus hoger en lager opgeleid, de stad- en landkloof. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over dat stedelingen de boeren niet begrijpen. Oftewel wereldburgers versus de locals, of politiek en burger versus politiek en burger of samenleving, de zogenaamde democratische kloof die gedicht zou moeten worden. Dus je kunt op verschillende manieren naar allerlei kloven kijken, maar uiteindelijk lijkt het er dan toch op dat de stelling die je daarover inneemt, hoe je over die kloven denkt, en waar je je dan ook meer mee identificeert, hè, of je bijvoorbeeld meer identificeert met stedelingen of meer met plattelandsbewoners, dat ook leidt tot polarisatie op zich. Dat er dus groepen ontstaan met betrekking tot van, oh, jij bent voor het milieu, dus dan ben je tegen de boeren. Dus dan ben je, nou, en zo ontstaan kampen. Zo staan er manieren van denken. En zo worden er eigenlijk kampen gevormd. En wat dan zo lastig is, is dat het op een gegeven moment ook moeilijk wordt om als persoon, om als individu te zeggen van nou, met betrekking tot dit thema denk ik zo, maar met betrekking tot dit thema denk ik zo. Maar als dat dan betekent dat je in verschillende kampen terechtkomt, ja, dan heb je natuurlijk de hele tijd hommeles met je omgeving, omdat met betrekking tot dit ben je het met ze eens, maar met betrekking tot dat ben je het niet met ze eens. Ik wil niet zeggen dat dat overal het geval is, gelukkig niet, maar we hebben het over toenemende polarisatie. Nou, dit is ook een soort kloof, maar dit is dus een kloof die gaat over polarisatie. En ik wil niet zeggen dat dit, zoals het hier staat, is het heel zwart-wit. Is het het een of het ander. Maar dit zijn wel duidelijk twee tendensen, twee temeuren van denken, die denk ik de afgelopen afgelopen decennia meer op de voorgrond zijn getreden. Niet alleen binnen de Nederlandse samenleving of binnen andere samenlevingen, maar we zien het ook in de politiek, de regeringen van landen terug. Dus er zijn landen die zijn expliciet in hun verdedigen van de liberale democratie en de democratische rechtsstaat. En er zijn landen die zijn expliciet in het verdedigen van de illiberale democratie, zoals bijvoorbeeld Hongarije. Die zeggen expliciet dat liberalisme, dat heeft ze langste tijd gehad,
Wij willen een vorm van democratie die recht doet aan de wil van het volk. En niet aan de wil van een kleine intellectuele elite die de wereld wil vormen naar hun beeld. Ik zal dit op de website zetten. Aan het eind komen we nog op bij dat adres van die website, maar dan desgewenst kunt u dat thuis dan nog even terugkijken. Dus bestaan er vandaag de dag dan nog maar twee zuilen, zeg maar, progressief, conservatief? Ja. Even een voorbeeld. Kunnen we inderdaad dit gewoon toegestuurd krijgen? Dat scheelt namelijk een heleboel fotootjes maken. Maar ik zal het niet toesturen. Ik zal het gewoon op mijn site zetten. En als u dan, die komt dan zo meteen in beeld. Ja. En dan kunnen we gewoon naar die site toesurfen en dan. Dit suggereert dat er. Dat er misschien nog maar twee zuilen zijn, of misschien nog een soort van derde zuil van mensen die daar een beetje tussenin zitten en niet zo'n stellige mening hebben. Maar er was natuurlijk de tijd dat Nederland echt verzuild was. En dat heeft hele diepe wortels in de geschiedenis. En toch is die verzuiling anders, want wat het verschil is, de polarisatie in de periode van de verzuiling, die was niet zo groot. Men ging namelijk gewoon niet met elkaar om. Dat was nogal gemakkelijk. Dat werd ook ten zeerste ontraden. En daar keek de rest van de zuil, de rest van de omgeving keek er ook op toe. Tegelijkertijd was het binnen de politieke elites zo, dus dan hebben we het over de partijen, de liberale partij, die bestond trouwens volgens mij nog niet ten tijde van de verzuiling, maar. Partij van Arbeid, de Katholieke Partij, de Protestantse Partij. Bovenin, in de politiek, daar werd uiteindelijk werd politiek bedreven en werd er toegewerkt naar een compromis. En dat was altijd het geval. Je moest namelijk, je kon niet anders. Er is namelijk in Nederland nog nooit een partij als enige de grootste geweest. Dus er was altijd sprake van een coalitie tussen twee, maar meestal drie. En tegenwoordig vaak vier en soms misschien wel vijf partijen en misschien in de toekomst wel zes of zeven. Dus dat is wel fundamenteel anders. Er waren relatief weinig partijen, maar genoeg om niet één meerderheid te kunnen halen. Dus vandaar Nederland polderland en Nederland pacificatieland. Want vanaf 1917, na de Eerste Wereldoorlog, hebben de verschillende zuilen, of de politieke elites van die zuilen, hebben met elkaar besloten om de strijdbijl te begraven en om dus dat poldermodel in te richten, waardoor het mogelijk werd om op een wat meer geciviliseerde manier politiek te bedrijven. En toen braken de jaren 60 uit en met de jaren 60 trad ook de ontzuiling in. Die geschiedenis die kennen we allemaal denk ik wel een beetje. En daar kwam ook het einde aan de jaren 60. En wel met de stagnatie, de stagnerende verzorgingsstaat, de stagnerende economie en een nieuwe politieke wind die ging waaien. Een meer liberaal-rechtse wind, een meer neoconservatieve wind. En die werd vooral aangevoerd, geïnspireerd op de Amerikaanse president Reagan en de Britse Margaret Thatcher. En Margaret Thatcher had een mooie slogan voor de noodzaak voor hervormingen, de noodzaak voor deregulering en privatisering en dergelijke. En die noodzaak was heel simpel, there is no alternative. Er is geen alternatief. We moeten nu doen om de overheidsuitgaven te beperken en onze economie opnieuw in te richten. Die verzorgingsstaat die is te veel uit de klauwen gelopen en onze economie zit te vast. We moeten op een andere manier leren denken. Dus there is no alternative. En die nieuwe manier van denken werd ingegeven door de Chicago School of Economics en de economische theorieën. Uit die hoek, bekend onder andere van Milton Friedman. En dat kennen we vandaag onder de term neoliberalisme. Dus laat de markt zijn werk doen. Of zoals Reagan het zei, de oplossing voor ons probleem
is niet de overheid. Het probleem is de overheid. En toen volgde daar, dus begin jaren 90, volgde daar de ontmanteling van de Sovjet-Unie op. En die ontmanteling van de Sovjet-Unie leidde dus Fukuyama tot het idee van het einde van de geschiedenis. Het einde van de geschiedenis, het einde van de grote ideologieën, het einde van de grote verhalen. Kunnen we de vraag stellen natuurlijk van, is het neoliberalisme dan geen ideologie? Nou, dat was eigenlijk de pretentie precies van dat neoliberalisme, dat het inderdaad geen ideologie is. Dat is namelijk de economische realiteit onder ogen zien. Het socialisme is een ideologie, er zijn nog heel veel andere ideologieën geweest, maar uiteindelijk heeft de geschiedenis bewezen dat het neoliberalisme geen ideologie is, maar gewoon de realiteit. En in Nederland leidde dat tot die nieuwe economische, politieke wind, leidde tot een economisch beleid wat we kennen als de third way. En de third way houdt zoveel in als een derde weg ergens tussen het harde Amerikaanse kapitalisme, het laissez-faire kapitalisme, en aan de andere kant het, de sociaaldemocratie in. Dus laten we zeggen, liberalisme met een sociaal gezicht. Nou, dat is eigenlijk precies waar VVD en D66 en PvdA op elkaar begonnen te lijken. En ook in één kabinet terechtkwamen, zonder de confessionelen, zonder de christenen, zonder de CDA op dat moment. En dit leek dus helemaal te beantwoorden aan dat idee van Francis Fukuyama van, nou, klaar met de grote ideologieën, klaar met de grote verhalen, klaar ook met religie misschien wel, CDA is ook passé. En deze partijen die omarmen allemaal dat idee van de derde weg. Het idee van laat de markt zijn werk doen, maar daar waar het te hard wordt, we moeten de scherpe kantjes er een beetje vanaf halen. Maar waar geen ideologie is, kun je afvragen, is daar dan wel politiek? Want is politiek niet precies een strijd tussen ideeën? En is in een democratie politiek niet iets wat discussie verlangt, waar mensen het met elkaar over moeten hebben? Als je uitgaat van, nou, we hoeven eigenlijk alleen maar naar de economie te kijken en we hebben verschillende knoppen waar we aan kunnen draaien, ja, dan is het gewoon een kwestie van kundige bestuurders op hun plek zetten. En die kundige bestuurders die moeten dan aan de juiste knoppen draaien en dat zal dan leiden tot meer koopkracht. En dat is uiteindelijk waar we allemaal gelukkig van worden. En uiteindelijk is het daar al die tijd ook altijd om gegaan. He, dat is ook de strijd geweest van de socialisten. Meer koopkracht voor een betere positie, betere bestaanszekerheid voor de arbeidersklasse. Nou, dat hebben ze gekregen. En dat gaan we in stand houden met dit model. Maar die manier van besturen is vooral een idee van politiek die gaat om beheersen, om het relativeren van verschillen, het verzachten van conflicten en het temperen van verwachtingen. En dat is natuurlijk nog steeds eigen, dat is sowieso eigen aan de Nederlandse polderpolitiek. Het gaat om bestuur en om het het pacificeren van te grote politieke tegenstellingen. Maar de kritiek die daarop gekomen is, is precies dat politiek iets anders is dan besturen. He, er is in een democratie is er altijd sprake van een moment dat het even niet het besturen centraal staat, maar dat het even gaat om de vraag van hoe gaan we besturen, wat gaan we besturen, welk beleid willen we eigenlijk. Dus dan wordt de samenleving naar haar mening gevraagd in een democratie. Dus dan gaat politiek om het verbeelden, het hebben van een visie, vooruitkijken. Maar ook om het dramatiseren, om stennis maken, conflicten uitvergroten en kiezers voor je winnen. Dat is wat er gebeurt in de aanloop naar verkiezingen. Mark Rutte die wordt verweten dat hij te veel alleen maar een bestuurder is en te weinig oog heeft voor politiek. Nou is hij zelf natuurlijk wel door en door politicus, maar hij laat de politiek te weinig een rol spelen op een democratische manier, is de kritiek op hem. Anderzijds is de kritiek op populisten bijvoorbeeld dat ze te veel dramatiseren en stennis maken, conflicten uitvergroten, alleen maar om kiezers voor zich te winnen. Dus het lijkt alsof ons politieke bestel
daar voortdurend mee te maken heeft, maar dat in ieder geval tijdens die, twee kabinetten Paars, van VVD, D66 en VVD, dat het bestuur dus centraal stond. En dat veranderde na de twee kabinetten Paars, toen ging het politieke ging weer meer een rol spelen. En sindsdien zien we de opkomst van het populisme. En Fortuyn die verwoordde het goed na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen in het televisiedebat. Daarin zei hij, ik heb niets tegen het poldermodel, maar ik heb wel heel veel tegen de poldercultuur. Die maakt dat we die discussies niet voeren. Wat bedoelt hij precies? Welke discussies heeft hij het dan over? Nou, discussies die je in de politiek zou moeten voeren. Bijvoorbeeld, hoeveel immigratie willen we? Allerlei thema's die onder de bevolking wel leken te leven, volgens Fortuyn, maar niet bij het kabinet Paars leken te leven, want die waren bezig met het besturen van het land. Die waren bezig met het idee van hoe kunnen we koopkracht, mooie koopkrachtplaatjes maken voor de bevolking. En Fortuyn was dus van mening dat politiek ook om iets anders hoort te gaan. Spoelen we even vooruit in de tijd. De tijd dat een andere populist het ver heeft geschopt, Donald Trump in de VS. En dat is ook de tijd dat we spreken over polarisatie. In Amerika, maar ook in Europa en in Nederland. Protesten tegen Trump leiden tot polarisatie. De MeToo. Kwestie, vandaag de dag nog steeds actueel, maar begonnen in 2017. De gele hesjes, ze lijken weer terug van kort weg geweest. De klimaatprotesten van twee jaar geleden, drie jaar geleden alweer. De boerenprotesten, Black Lives Matter natuurlijk. De coronaprotesten in Berlijn, maar ook in Amsterdam en de avondklokkenrellen door heel Nederland heen. Dus het lijkt alsof op een of andere manier het politieke weer terug is in de samenleving. Blijkbaar gaat het niet alleen maar om koopkrachtplaatjes. Er zijn ook andere dingen aan de hand. En de politiek weet zich daar niet altijd even goed raad mee. Dit is een poster van het CDU uit 1994. Es gibt keine Alternative. Natuurlijk de slogan van Margaret Thatcher. Heel kenmerkend voor die tijd. En vandaag de dag zien we een Duitse partij, Alternatieven voor Duitsland. Dus er wordt weer gezocht naar alternatieven. In het bijzondere is dus, lijkt het wel, alsof een bepaalde manier van politiek denken wat meer, wat conservatiever lijkt in de zin van laten we verstandig zijn. Laten we niet te hard van stapel lopen. Maar dat zijn over het algemeen partijen die ooit progressief waren. Laten we even denken aan D66, opgericht in 1966. Van Mierlo die had die partij opgericht met als doel om het politieke bestel op te blazen. Vandaag de dag is de D66 een hele brave bestuurderspartij die helemaal niet zit te wachten op de boel opblazen. Nee, dat is Thierry Baudet, die wil de boel opblazen. Maar daar zit een gevestigde partij niet op te wachten. Maar Thierry Baudet zegt conservatief te zijn. Dus we zitten nou in een merkwaardige situatie waarin het niet meer duidelijk is wat nou links is en rechts en wat conservatief en progressief is. Wel duidelijk is, is dat de spanningen geregeld hoog oplopen, dat er veel oneenigheid is, veel geschreeuw ook is. Zonder dat het nou altijd even productief is als het gaat over politieke bedrijven. Wat zijn nou de oorzaken van die polarisatie? Nou, we hebben het net dus gehad over die twee kabinetten Paars en de slogan van, van dat decennium, of die twee decennia, there is no alternative. Er wordt wel gezegd dat dat heeft geleid tot een verweest electoraat. Dat, hè, ooit hadden we de zuilen, het was duidelijk waar je bij hoorde, en op een gegeven moment waren die zuilen weg. Politieke middenveld verdween,
allerlei publieke voorzieningen werden geprivatiseerd, werden gedereguleerd. De commerciële media deden intrede en tegelijkertijd was de politiek, had niet echt een luisterend oor naar de grieven van mensen in de samenleving, maar hadden het idee van met koopkracht, het bevorderen van koopkracht, het verbeteren van de economie, dat is onze taak. En dat verweesde electoraat zou vervolgens de populistische kant op zijn gegaan. Dat is één verklaring. Een andere verklaring is natuurlijk de opkomst van internet en social media de afgelopen, nou dat is nog niet zo heel lang eigenlijk, internet, nou misschien 20 jaar denk ik, dat mensen een beetje een computer hadden, dan hadden we nog een inbelverbinding en dergelijke. En social media, nou dat is nog maar 10, 12 jaar, dus dat is echt relatief kort. Dus dat verklaart een deel, denk ik, een deel van de polarisatie van afgelopen jaren en vooral ook specifieke polarisatie. Maar polarisatie is natuurlijk meer dan de afgelopen 12 jaar. Of heeft het iets te maken misschien met identiteitspolitiek die voortgekomen is uit de zogenaamde culture wars? Nou, wat zijn de culture wars? Die begonnen eind jaren 80 en de jaren 90 in de VS, vooral in de, op Amerikaanse universiteitscampussen en in de politiek. En dat was vooral een discussie omtrent eigenlijk al op identiteit. Die culture wars gingen over de vraag van wie of wat zijn wij. En voor het eerst werd daar de vraag gesteld bijvoorbeeld of binnen of het curriculum binnen Amerikaanse universiteiten niet veel diverser moest zijn. Waarom alleen maar dode witte mannen? Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, etc. Moeten we niet misschien ook Oosterse filosofie of Afrikaanse filosofie erbij halen? Ik heb het nog even over filosofie, dat is mijn favoriet. Dus die discussie kwam op gang. Tegelijkertijd was er een meneer Pat Buchanan die van mening was dat wat er sinds de jaren 60 allemaal gebeurd was, dat het eigenlijk een catastrofe is geweest en dat de neoliberalen of de neoconservatieven, dat die daar niet echt wat tegen deden. En zijn stroming, of zijn ideologie, wordt wel het paleoconservatisme genoemd, oftewel oerconservatisme. Dus conservatiever dan de neoconservatieven. En dat neoconservatisme, of paleoconservatisme, kennen we later vanaf 2009 zo'n beetje als de Tea Party Movement. En dat zijn dus de, laten we zeggen, dat is de religious right in Amerika. Of ze nu wel of niet geloven, is van secundair belang. Het is vooral religie als politiek middel. En dat is eigenlijk een conservatieve backlash naar links. Links heeft zich vanaf de jaren 60 geprofileerd, heeft de wereld veranderd. En de conservatieven hebben dat met leden ogen toegezien en werden uiteindelijk wakker en dachten van, ja, wij moeten ons dus ook gaan verenigen en wij moeten ook militant worden. En dat heeft geleid tot het militante rechtspopulisme wat we vandaag de dag zien. Is dit een goed moment om te pauzeren even? Ja, dat is goed. Ja. Ja. Oké, okay. Zijn er al prangende vragen? Nou, de protesten tegen de Vietnamoorlog, bedoel je daarmee met de linkse, zeg maar de linkse strijd? Waar de backlash op gevolgd is? Ja, ook. Ja, Vietnamoorlog, maar vrouwenemancipatie. Ja, ja. Alles wat. Er is, ja, dat wat de jaren 60 eigenlijk inhield, zeg maar. Ja. Als het vandaag de dag gaat over de jaren 60, dan zie je eigenlijk alleen maar revolutionaire veranderingen. Woodstock en. Maar ik heb het gevoel dat het allemaal begonnen is met zeg maar, de protesten tegen de Vietnamoorlog. Ja. Zeg maar in de 68, 69 tot en met 74, zeg maar 75 doorlopend. Ja, ja. Of misschien is het, zijn er veel mensen die zeggen van eigenlijk is het in Nederland begonnen met de Provo-beweging in 1966. Ja. Maar goed, die was niet internationaal. Ja. Ja, je hebt een heleboel, enerzijds stonden een heleboel tegenstellingen en zo. Dan zou je daar eigenlijk ook niet bij moeten zetten, pragmatisme en idealisme. Want daar komt ook weer direct goed en fout uit. Mensen zijn heel snel elkaar goed en fout te verklaren. Ja.
Dan denk ik meer aan het verhaal van Bergson, zeg maar. Ik ben steeds meer van dat Godwin-achtige verhaal van als je ook maar iets fout zegt wat de ander niet bevalt, dan ben je een neonazi. Dus je wordt direct verketterd. Ja. Dus er is geen ruimte meer voor de mening van de ander. Ja, ja, dat heeft denk ik wel met die nieuwe polarisatie te maken. En dat is dus wat naar mijn idee veel meer anders was ten tijde van de verzuiling. Daar had je ook, ja, dat was ook, er waren ook tegenstellingen, maar dat was duidelijk dat die tegenstellingen er waren. Dus, maar vandaag de dag is het dus niet zo duidelijk. En die als je het zuilen wil noemen vandaag, dan worden ze niet vertegenwoordigd door de politieke partijen. Die politieke partijen zijn meer aan het vissen, aan het gissen en aan het vissen. Naar van, ja, wat zal ik vandaag eens zeggen om bij deze mensen in het gevlei te komen? Wat moet ik in deze situatie over dit precies zeggen? En nou ja, dan soms dan merk je wel dat een politicus het verkeerde paard heeft gewet, dat hij het verkeerde zegt en dat hij dat dan weer terugneemt en dan iets anders zegt. Ja, mag je dan ook politiek noemen? Want dat begin ik me de laatste jaren een beetje af te vragen. Als ik hoor wat politici in het algemeen naar buiten brengen aan meningen, aan verontschuldigingen, aan weet ik veel niet meer, dat het meer gaat over hoe kom ik over en wat is de publieke opinie op dit moment, dan wat het werkelijk gaat om een visie volgen en politiek bedrijven. Ja, nou, dat is ook een beetje de moeilijkheid met het woord politiek. Ja. Want wat valt er allemaal onder? He, ik lees zo net wat zit in rood en blauw. Politiek is besturen, dus komen tot een beleid. En dan moet je natuurlijk dan met de betrokkenen over hebben, over hoe gaan we dat doen. Maar politiek is natuurlijk ook strijd. En bij die strijd hoort ook, volgens sommige mensen helaas, volgens andere mensen is dat prima. Bij die strijd hoort ook dat je probeert die ander te slim af te zijn. En als je dat doet door een rode stropdas in plaats van een blauwe stropdas, omdat psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat dat beter werkt, ja, dan zo be it. Ja. Terwijl je kan denken van, ja, maar dat heeft er toch niks mee te maken? Nou ja, blijkbaar wel. Dus, ja. Worden wij als aanschouwers, als publiek dan niet gewoon een beetje blazen? Want waar zijn ze dan eigenlijk mee bezig? Zijn ze dan bezig met hun eigen imago? Of zijn ze bezig met de politiek? Dat hangt dan van de politicus af. Ik denk dat je politici hebt die ook weten van, ja, je moet het, politiek is een vuil spel. En dat kun je alleen maar winnen door het vuil te spelen. Maar uiteindelijk heb je wel mijn idealen. Ja. Maar je hebt ook politici die, denk ik, die het alleen maar doen om het vuile spel en om er zelf maar mooi op te staan. Ja, dat. Ja goed, dat is inherent denk ik aan het systeem politiek. Als we met z'n allen gaan stemmen op mensen die zich verkiesbaar stellen, dan is het onoverkomelijk natuurlijk dat je dat in de kaart wil lopen. Is politiek niet strijd om beleid en bestuur is vastgesteld beleid uitvoeren? Ja. Ja. Dan zo efficiënt mogelijk enzovoort. Ja, politiek is het beleid vaststellen, het proces van het beleid vaststellen. En dat kan op een democratische manier. De strijd om het beleid, welk beleid het allemaal moet vastgesteld worden. Ja, ja, dus de opvatting inderdaad dat politiek bestuur is alleen maar. Dat was Hans Dijkstal die antwoordde op Pim Fortuyn. Fortuyn zei van dat we die discussies niet voeren, dat is een slechte zaak. En Dijkstal die zei erop van, ja, ik zit niet in de politiek voor discussie voeren. Nee, hij zit in de politiek om te besturen. Dus ja, maar dat past een beetje bij, denk ik, de ideologie van de derde weg, de ideologie van het neoliberalisme. Het is eigenlijk een soort manager dus. Die laissez-faire economie gaat er vanuit van, nou eigenlijk moet je het helemaal niet managen, laat de economie gewoon zijn werk doen, maar de derde weg, die gaat er vanuit van, je moet daar knoppen draaien, want je moet er wel voor zorgen dat de economie voor jou werkt, voor je volk werkt, voor de koopkracht werkt. Daarom kan Rutte ook in allerlei verschillende kabinetten van verschillende signatuur zitten, omdat het eigenlijk een bestuurder is, niet echt een politicus.
Ja.